Overlaatst zo stond ik in een Apple Store. Kent de Apple Store hier? Ik stond daar in die Apple Store, want ik wou een appel. Ik wou geen appel. Ik vroeg een appel. Ik hoorde mezelf een appel vragen. Dat was het. Dus blijkbaar had ik geen nodig. En die mens was vriendelijk. Zegt hij, meneer, en bent u vertrouwd met Apple? Huh? En ik dacht, ja, nee. Maar ik zei, ja, ja. Stom, hè, stom. Maar dat kan niet. De kans dat door de mand valt, is 100%. Ik zei, ja. Waarom heb je een appel nodig? Gewoon. Voor te typen. Zoek een kladblok zonder stilo. Gewoon 1700 euro betalen en dan 2% van benutten. Dat is nog dommer, hè. Ik kan zowel 4 op een rij spelen met een oer. Datzelfde. Ik heb zoveel meer. Maar ik heb zoveel meer uit dat moment al. En hij wist het dat ik aan het liegen was, hè, man. En hij liet me spartelen. En hij zei, ja meneer, je hebt geluk. Het model waar jij op zoek naar bent, we hebben dat hier. En je mag rustig een keer meekomen. En iMovie Pro staat daar standaard op geïnstalleerd. Dus als je wilt, kun je gerust wat experimenteren. En als je daarvoor beelden nodig hebt, kun je die altijd downloaden van de hub. Zeg wat, lief. Sorry. Hallo. Sorry, man. Ik heb niks van Apple. Sorry. Hallo, ik ben digitale mogol, man. Dat is wat ik ben, een digitale mogol. Ik kun er niks van. Digitale computer vraagt bij het zeker zijn. Nee, ik ben niet zeker. Ik kan niet eens een cartridge vervangen. Ik kan niet. Ik heb zeker al 10 printers op mijn zolder staan. Ah, niet. En zo Stalin, meneer, man. Moest ik Pinocchio zijn, is de nood kwijt. Zo ergens, man. Ik heb een appel nodig, sorry. Ik heb hem niet nodig. Dat moet wel in, hè. Ik ga een betaling aan hem geven, gewoon. Ik ga er niks mee doen. Nee, ik moet hem gewoon aan. Ik ga ermee gaan wandelen. Nee, meer ga ik niet doen. Wandel met mijn appel. Nee, fuck you, gewoon. Gewoon, ik ben allergisch aan de hond. Dat is het probleem. Gewoon gaan wandelen, heel de dag, met mijn appel. In het centrum van Gent. En de mensen kijken naar mij en zeggen, amai, kijk eens in met een appel. Dat ga ik doen, gewoon. En dan ga ik op het einde van de dag gewoon naar kunstenaarscafé de vooruit. Dan ga ik daar gaan zitten met mijn appel, gewoon. Dus de andere kunstenaars met mijn appel. Dan ga ik hem openklaar, dan ga ik gewoon mijn koptelefoon op mijn kop zetten. Dan de mensen, maar niet eens muziek opstaan, hè. Maar dan de mensen spelen. Amai, dat is zeer een DJ. Dat is een DJ. Je moet zeker gaan draaien naar een of andere club in Berlijn of in New York onder de grond. Dan pak je het vliegtuig gewoon en dan draait de hele avond. En dan wordt hij achteraf in de backstage gepaped door 5 groupies. Dat wil ik gewoon. Gepaped worden door groupies. En niet voor de seks, joh. Niet voor de seks. Gewoon voor het warme sociaal contact. En die gast stond er al heel een tijd zo van... En had u daar ook graag een 24 uur op 24 uur online assistentieverzekering bij gehad? Ik zei wel, ja, jongen. Dan kan je bellen in vannacht. Moet hij zijn, hè, die oppakt. Stom, hè.